Hey iedereen, het is Aboubakr Ben Saï van de film Rebel. Ik speel Kamal. Kamal is een jongere van Brussel die veel fouten gaat maken. Kamal Ouazzaki is een célébrité locale. L'été dernier, il s'est rendu en Syrie comme agent humanitaire. Deze rol was heel moeilijk om te spelen, fysiek en ook psychologisch. Je vais être avec toi, Kamal. No! De beelden die jullie gaan zien is gedraaid in Jordanië. Jordanië is dicht bij Syrië, dat is echt geplakt. Maar daar is het heel rustig. Maar wel, de decor is dus kunnen vergelijken met Syrië. Ik ga jullie iets vertellen, dat is geen spoiler, maar dat is echt, ik heb dat echt meegemaakt in Jordanië toen. Dus we waren even een soort gevechtsscène aan het draaien. En alles ging vlot, dus dat was actie, fake box, oké, cool. En dan ja, we waren aan het repeteren en bij de eerste shoot hoor ik actie. En die acteur die geeft me een box en heeft mijn neus gebroken. Dus iedereen was, wow, wat is er nu? En ik voelde zo mijn neus echt daar staan. En iedereen was al paniek, want ik moest nog heel de dagen draaien. Dus wij gaan naar het hospitaal, ik kom daaraan met fake baard. Fake bloed en die denken, wow, is dat een camera caché of wat? En we zeggen, nee, we zijn een film aan het draaien. Dus die verpleegster die kijkt naar mij, wat is dat? Nee, dat is fake, ik doe dat uit. Wat is dat? No, dat is fake, ik doe dat uit. Die komt bij mijn neus en daar, ja, dat is real. Ik was 3000 kilometer van thuis en ik heb daar een operatie gehad. Maar ik was zo gefocust dat ik tegen Adil en Bilal zei, ik moet die film klaar hebben, ik moet mijn dagen helemaal afdoen, want ik was ook heel moe en ik heb het gedaan. Ik heb maar 5 dagen gerust met een gebroken neus en ik ben terug in de set gevlogen met de moeilijkste en de grootste scènes heb ik met een kapotte neus gedraaid. Maar de muziek is voor mij een van de mooiste dingen in de film. Maar jullie gaan zien waarom en jullie gaan zien hoe deze muziek hebben gebracht in de film. Ik zeg niks meer, jullie gaan dat wel zien. En laat maar weten op Instagram als ik het goed heb gedaan.